Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Zie je deze tank achter mij? Het is een type 69-2. Die is nog van Saddam Hussein geweest. Uit Irak meegenomen door de Engelsen. Toen heeft hij in Engeland een hele tijd buiten staan roesten. Dus kun je op zijn minst een uitdaging noemen. Wat denk je daarvan? Ja, dat is een leuke uitdaging denk ik, hè? Nou, toen hebben wij hem gekocht. Wij zijn hem aan het opknappen. We hebben een hele tijd geleden de motor al een keer laten draaien. En ja, sinds die tijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten. We hebben daarna de volledige tank helemaal opgeknapt. Onderdelen eruit en een heleboel roest hebben we eruit gehaald. En terug nieuwe onderdelen gemaakt. En het is zover. We kunnen gaan starten en kijken of dat hij misschien wel kan rijden. Drop, Joppe. Oh, jongen! We willen natuurlijk wel dat we hem stil kunnen leggen als hij op hol slaat. Dus we hebben weer even een paar plankjes gemaakt dat we de lucht in laten, dicht kunnen houden. En dan kan er eigenlijk niks gebeuren, hè? Master power aan. Ja. Kijken, oliedruk. Hebben we? Ja. Komt hij dan? Ja. Dat is net zo erg, wow. Maar dat komt omdat die warm wordt, die olie is veel te dun. Hoppa. Nou, dan we staan er eigenlijk klaar voor, of niet Erik? Ja, we hebben die dingen afgedopt, hè? Ja, we hebben inderdaad ejector tubes, hebben we nou
dichtgemaakt om te voorkomen dat er daar weer een boel olie uit geblubberd komt. Nou hebben we natuurlijk wel onze uitlaatverlenging eraf gehaald. Dus misschien dat we nou daar geen druk meer hebben en dat die nou wel zuigt. Hè, want de temperatuur die nou wel goed kan werken. Kunnen we dadelijk even testen als die draait. Kunnen we de slang eraf halen. Kunnen we even voelen of dat er nou nog steeds, of die er blaast of dat die nou zuigt. Verder hebben we natuurlijk de rupsen losgemaakt aan de sprockets. Want we willen nou gaan kijken of dat de koppeling en ook de stuurkoppeling werken. Ja, dat kunnen we nou doen zonder dat we het risico hebben dat we dadelijk daar de muur eruit rijden of daar het veld in rijden. Nou, dan kunnen we het zo gaan proberen, denk ik, hè? Laten we het doen. Er klaar voor, ja. Oké, goeie. Gaan we het doen? Laten we het doen dan, hè? Ja, jongen. We staan vrij. Oh, de stroom moeten we er nog op zetten. Komt hier. Ja, druk. Oké. Master battery. Deze... Zo. Oké. De brandstofpomp staat niet goed, hè? Nee, de brandstofpomp moeten we bijstellen, daar klopt niks van. Maar hij moet eerder. Ja. Dan is hij nog feller, hoor. Ik denk dat het de olie en diesel en zo wat hij eruit bulkt, ja, dat is nou eenmaal gewoon zo. Dat is een beetje Russisch, denk ik ook wel. Het is niet voor niks dat die achterste flappen van die type 69's altijd zwart zijn en onder de olie zitten, hè? Ja? Ja? Ja, maar. Ja, dat is de goede kant op. Ja, dat is één tand. Heb je hem één tand genoeg? Ik weet niet, je kunt twee doen wat je wil. Ja, wat denk jij? Je moet hem niet laten backfiren. Nee. Dan heeft het hangen natuurlijk, hè? Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar dan knalt de kop er misschien wel vanaf. Oké, dan gaan we nog een keer starten. De pomp is dus een tandje verstoken. Eens kijken of die nou iets minder rookt. Het zou een verschil kunnen maken. Ik ben benieuwd.
goed is. Nee. Ik denk dat je helemaal verkeerd staat. Dat is één tand. Ja, maar hij start niet meer. Dan moet hij misschien wel terug. Nu zit hij zoals net. Oké. Ja hoor, moet je... Ja. Ja? Kijk, komt hij dan? Ja. Hij rijdt, hè? We hebben nog een paar puntjes van aandacht. Maar hij rijdt al wel, hè? De eerste meters zijn een feit, hè? Man. Dat was wel even een hoogtepunt geweest, natuurlijk. Hey, wil jij nou niks missen van heel het project? Check dan even ons tweede kanaal, de Werkplaatsvlog. Want daar posten we namelijk elke werkdag een update van hetgeen wat wij die dag hebben gedaan. Dus ja, daar kun je dus alles zien, behind the scenes, alle andere projecten waar we ondertussen ook nog mee bezig zijn. Dus check dat zeker eventjes. Dus mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.